En vandaag staat de boomfeestdag 65 jaar. Hoeveel bomen die in 65 jaar geplaatst zijn? Wie doet er boven? Vertel. 300.000. Nou, iets meer. Volgende. 400.000. Nee, nog iets meer. 350.000. Nee, dat is veel te weinig. Doe er maar eens een nulletje bij. Zal ik het zeggen? Nee! 10 miljoen bomen zijn er geplant in 65 jaar. Door kinderen die toen even oud waren als jullie. Als je goed bent voor de bomen in de buurt, krijg je van die bomen elke dag iets terug. Iets belangrijks dat je hele leven duurt. Een cadeau aan jou is gratis, frisse lucht. Het is onzinnig dat de mensen voor het geld zoveel bossen in de wereld blijven kappen. Want wat kunnen wij nou kopen voor dat geld? Als we straks massaal naar zuurstof moeten happen, of vind jij onze wereld mooier dan misschien? Als er straks geen stukje groen meer is te zien, dan wordt het tijd om iets te doen. Aan een zorgeloze toekomst, aan je eigen stukje groen. Want als de bomen het niet pikken, nou dan laten ze ons stikken. Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen. Ik mag het woord doen namens de gemeente Land van Kuik. En het belangrijkste wat ik nog in ieder geval wil doen is de mensen die betrokken zijn bij de organisatie bedanken. Dat zijn natuurlijk de IVN, de mensen van de Nationale Stichting Boomfeestdagen. En natuurlijk onze eigen medewerkers van de gemeente die hier ook een belangrijke rol in spelen en hebben gespeeld. En natuurlijk niet te vergeten, Ebbe. Zowel voor het vervoer, ik heb zelf wel eens in deze bijzondere bus mogen zitten, een hele beleving en nou ja, ik denk dat jullie dat ook heel leuk hebben gevonden. En natuurlijk ook dank voor het leveren van de bomen. Ja, jullie weten natuurlijk dat bomen heel erg belangrijk zijn, daar hebben we het op school ook uitgebreid over gehad. Ook voor de gemeente Land van Kuik zijn bomen heel, heel belangrijk en dat is ook nou ja, een van de redenen dat wij graag meedoen aan deze bijzondere dag. Ja, wat mij betreft gaan we snel over tot het planten van de bomen. Een liedje hebben jullie al mogen zingen, dus zullen we maar eens gaan? Ja. Dan gaan we dat doen. Dank jullie wel. Hij heeft dat liedje goed, toch goed? En dan mogen jullie zo gaan planten. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Yes! Oké. Dankjewel. Ja, bedankt. We staan hier aan de rand van Kuik en nou ja, lijkt wel of dat hier gewoon een bos komt. En bij mij heb ik de heer. Toon hebben. En de heer. Van Hees, Arie van Hees. Ik ben bij het IVN. Ja. En wij organiseren samen met de gemeente
de boomfeestdag in Kuik, ieder jaar. En dat doen we veel plezier. Ja. Dit jaar hebben we heel veel kinderen, 54. En ze komen uit Haps, dus we hebben genoeg knechts om te helpen vandaag. Hè. Ja, precies, maar dat is belangrijk, hè? Ja, wij willen vandaag 1000 struiken planten. 1000? Dat wordt een heel bos, of niet? Ja, en totaal komen er 5000. Ja. Dus ja. Allemaal vandaag? We zijn vandaag niet meer klaar. Maar als we die 1000 halen, dat vinden we mooi. Maar volgende week zal hier een bos gerealiseerd zijn van bijna 2 hectare. Met 5000 bomen, heel biodivers. Allemaal inheemse soorten, zodat het hier ook een mooie gemengde beplanting komt. En wat houdt dat in, inheemse soorten? Waar heb ik het dan over? Nou, dat die oorspronkelijk veel in Nederland voorkwamen. We vonden het wel op deze plek wel belangrijk dat ook juist deze inheemse soorten hier een plekje kregen. De nationale boomplantdag is iedere derde woensdag in maart. Maar gemeentes kunnen daarvan afwijken en een ander moment kiezen in het jaar. En veelal is het het najaar of in het voorjaar. En in het najaar zijn sommigen erover eens dat het beste is, omdat dan de grond op temperatuur is. De bomen verliezen hun blad, ze staan stil. Maar in het voorjaar, als het blad moet komen, dan moeten die boompjes wortelen, ze moeten blad maken. Is een beetje druk voor de bomen en op het eind van het jaar is het wat rustiger. Vandaag is het de officiële Nederlandse boom. Overal wordt vandaag geplant. Omdat van voorjaar met corona zaten en toen. Dus dat is de reden dat het nu allemaal verschoven is. Wij weten hoe belangrijk het is dat er voldoende bomen staan. Maar nu ga ik het ook eens even aan de kinderen vragen of die goed op de hoogte zijn. Ja, doe maar eens. Wij hebben ze in ieder geval vanuit de organisatie hebben wij ze laten weten wat ze gaan planten. Hey, jij bent? Finn. En jij bent? Siem. En jullie zijn druk bezig, of niet? Ja. Vind je het belangrijk dat er bomen zijn? Ja. Ja? Weet je ook nog waarom? Omdat anders kunnen mensen geen ademhalen of zo. Nou, heel goed. En jullie zijn met een hele mooie boom bezig, volgens mij. Heb je enig idee hoe die heet? Nee. Nee. Maar vind je het wel leuk om de bomen te planten? Ja. Jij bent? Nine. Nine, jij hebt heel wat bomen bij je, geloof ik. Ja. Maar nog wel een beetje mini, hè? Ja. Ja. Jongens. Heb je enig idee wanneer ze net zo groot zijn als jij, die bomen? Ik denk dat dat nog wel lang duurt. Ja, dat denk ik ook wel, hè? Okay, ik heb hier nog even 2 dames voor de camera. Jij bent? Noor, Lara. En jullie zijn eigenlijk helemaal niet uit Kuik. We zijn hier in Kuik, maar jullie komen ergens anders vandaan. Waar vandaan? Uit Haps. En jullie komen helemaal uit Haps hier naartoe? Ja, met de oude schoolbus. Ah, met die mooie bussen die daar staan. Ah, ik dacht jullie zijn met de fiets. Nee. Nou, van welke school zijn jullie? De Bongert, Haps. En nu weet ik wat het betekent. De Bongert, weten jullie het ook? Dat is waar heel veel bomen staan. Ja, dus dat is eigenlijk wel heel toepasselijk dat jullie hier nu ook al die bomen zetten, of niet? Ja. En vinden jullie het ook leuk om te doen? Ja. Had je niet liever gewoon in de klas gezeten, een beetje leren? Nou, nee, want het is wel een eer dat jij dit mag doen, want niet iedereen krijgt de kans. Dat heb je helemaal goed. En kom je nou over een jaar of 10 nog een keer kijken hier waar jouw boom staat? Misschien wel. Oké, okay. Nou ik hou jullie niet langer van het werk, want volgens mij staan er nog een paar 100 bomen die geplant moeten worden, of niet? Ja. Succes! Dankjewel. Doei doei. Ik heb hier nog 2 heren bij me met inmiddels heel vuile handen. Jij bent? Dion. En jij bent? Tycho.
Nou, Dion en Tigo, vertel nou eens even in 3 woorden wat jullie aan het doen zijn hier. Nou, wij zijn bomen aan het planten. Dat zijn geen 3 woorden, maar ik kon dat niet omschrijven in 3 woorden. Oké. Okay. En wat vind je ervan dat jullie hier bomen moeten planten in plaats van gewoon lekker in je klaslokaal te zitten en sommen te maken? Nou, ik vind het wel leuk en goed bijvoorbeeld voor natuur en zuurstof. En ik vind het gewoon leuk dat hier een bos komt. Ik kan bijvoorbeeld met mijn hond wandelen of zo. Ja, oh, dat is wel een goed idee, ja. Dus over 1 jaar of 10 of zo kom je terug met de hond? Misschien. U ziet het, dat wordt hier een geweldig bos. Langs de Raamweg, aan de rand van Kuik. Nou, u kunt er allemaal langs wandelen, fietsen, rijden. Dag meneer. Al die kinderen die zijn hier zo ijverig bezig. Het is echt geweldig om te zien. En over 1 jaar of 5 of 10 of 20... kent u het niet meer terug hier. Frisse lucht is veel meer waard. Frisse lucht is veel meer waard. Frisse lucht.